Over voetbal dan. In derde klasse A heeft Racing Mechelen gisteren op het veld van Sint-Niklaas zijn eerste competitiezege behaald. Het won met 2-3 na een spannende match. Vooral voor racingtrainer Van Akker gaf de zoete zege een warm gevoel. Want Van Akker is Waaslander en hij woont en werkt in Sint-Niklaas. Racing Mechelen neemt een blitzstart. Na een vrije trap komt de bal bij Samano. Die haalt verrassend uit. Willox zweeft en tikt weg, maar Calicio staat aan de tweede paal helemaal vrij om binnen te koppen. 0-1 voor Racing. Trainer Regie Van Akker ziet dat het goed is. Sint-Niklaas vindt in het eerste half uur geen antwoord op het technisch voetbal van Racing. Het moet te vaak de overtreding maken om Mechelen af te stoppen. Ivan Willox mag al zijn kunnen tonen op een vrije trap van Michael Versteven. De thuisploeg voetbalt te slordig en kan amper voor dreiging zorgen. De beste kans uit de eerste periode is voor Belfassi, die alleen voor doel komt. Maar Perales is net op tijd terug. Het blijft 0-1 bij de rust. Net na de pauze komt de thuisploeg heel dicht bij de gelijkmaker. Maar Michael Klepkes heeft een knappe redding in huis op de kopstoot van Broekaert. Sint-Niklaas voetbalt een stuk beter in de tweede periode en creëert een aantal goede mogelijkheden. Iets over het uur krijgt het wat het verdient. De Oliveira met een omhaal en Klepkes is geklopt. 1-1. De thuisploeg drukt dan door en gaat op zoek naar de volle buit. Maar tegen de gang van het spel invalt het doelpunt aan de overzijde. Casagolda haalt geweldig uit buiten het bereik van Willox. Het staat 1-2. Nog geen 5 minuten later krijgt Sint-Niklaas een strafschop voor een fout op Broekaert. Klepkes kiest de juiste hoek, maar komt nip tekort. En 10 minuten voor tijd hangen de bordjes weer gelijk. Maar Racing Mechelen gooit de handdoek niet. Stuurt een listig balletje op Calicio. En die bezorgt groen-wit de volle buit. Racing Mechelen pakt zijn eerste competitiezege van het seizoen op Sint-Niklaas.